We gaan het, dames en heren, vanavond hebben over grensoverschrijdend gedrag. Zijn er tot zover vragen? En in Sassenheim stond er een mevrouw op en die vroeg mij, is dit een try-out? Ik zeg, mevrouw, op mijn leeftijd. Ik bedoel, als ik dit doe, is al een try-out. En dan ben ik al heel blij dat die erachteraan komt en ernaast gaat staan. Dat vind ik geweldig. Kijk, zegt hij, hoe ver het water komt. Daar heeft de mens niets over te zeggen. En als je die grens verlegt, droog je uit of je verzuipt. Grensoverschrijding noemden wij vroeger evolutie. Zegt meneer de jongen, u speelt een levensgevaarlijk spelletje. Waar is uw respect voor het heilige? Waar is uw ontzag voor het taboe? God heeft ons vanaf het begin af aan gewaarschuwd. Kiezen staat vrij. Maar wie gekozen heeft, zit in de val. Ik weet niet of u tijdens het overlijden van de vorstin van Engeland nog een beetje tv gekeken heeft. Dat gevoel, weet je wel. Word ik altijd zo mooi van, en had je zo van 100 van die mannen met die koolbakken. En dan één die miste dan soms net ze. En dan schoof dat ding zo'n beetje scheef op zijn hoofd. En dan stond hij de rest van de tijd, probeerde hij dat dan zo. Goede koptraining ook wel, deze.